Moving on to sports. This week we have an instant classic. Have you ever thought of playing chess and boxing almost simultaneously? Well, look no further. Today's clip is from the first annual Chess Boxing World Championship. Here it pits not only the mind, but the body. Think about it. Dames en heren, het uur U is daar. We naderen een historisch moment. Nooit eerder stonden twee mensen in de ring tegenover elkaar om te boksen en te schaken. De jurist met een ELO-rating van 1550. Hier is hij, de man van de wet. U moet maar een opstuk dan. De mokerman met een snelle links en zijn rechtlijnige positie. In de trainingstas van de Joker zagen wij het boek van Torres liggen, Dr. Siegfried Torres. Hij heeft met een dame gambit geloven. Wow! Have you ever seen a Queen's Gambit like that before? I know I haven't. Stay tuned for more action. Lopers en paarden zijn ontwikkeld en Louis heeft het centrum in de slag genomen met twee pionnen. Dit kan later in de partij tot een voordeel leiden. Tweede ronde. De lawyer houdt juist de spanning in het centrum vast. Hij laat zijn pion niet afruilen en laat zich niet door van de wijs brengen. Is het bluff of is het echt gevaarlijk? Nu in moeilijkheden. Je zag hem net met boksen ook al flink tekeer gaan. Hij wil
stelling compenseren met het boksen. Boksen was ook de laatste zet van Ipe Momerslag. En Louis lijkt nu met een pion naar voren te willen gaan, om te gaan promoveren. Hij heeft een grote pion naar meerderheid, hij staat duidelijk beter. Maar hij heeft heel weinig tijd. Helpers weg voor de laatste ronde boksen. De beslissende ronde. 1 minuut voor Louis, 2,5 voor Ipe. Zal de joker deze stelling even te redden. De looier gaat met zijn pion naar voren. Ja, Louis, als deze een nieuwe dame te halen. Als deze aan de overkant is, is het alles beslissend. Dit zal maar Ipe... weinig tijd. 52 seconden voor Louis. Ipe zal er alles aan moeten doen om de pion te stoppen. Louis staat heel erg goed, bijna gewonnen, maar zijn tijd. Hij haalt hij nog 40 seconden. 35 seconden. Ja, de pion gaat dreigt naar de overkant te gaan. Maar deze de pion wordt geslagen. 26 seconden voor Louis. Nog 23. Nog 8 seconden voor Louis. 7. Oh. 6. Dames en heren, de officiële uitslag. Eerste wereldkampioen schakelboksen. En daarmee winnaar van de WCBO, WCBO wereldkampioenschapsgordel. Wegens het vallen van de vlag.